Hallo, er werd al gezwaaid. Maar, ja, het kan zien dat ze nou naar Boetekump, in het Ven, twee vuurtuintjes en ook oh, kijk door. Goedemorgen. Ja, en je wordt zo leuk aan het zwaaien en dan kom je ook zelf naar boeten. Ja, ik wil het, ik ben nieuwsgierig. Och, die slofjes, zien leuk. Och, die zien leuk, hè? Ja. Mag ik zeggen dat ze ook wel een beetje fout zien, maar daardoor ook wel heel leuk? Ja, maar dat kan ik schrijven. Mag je toch wel een beetje fout zien of niet? Kijk. Je hoeft toch niet altijd in het rieken te lopen? Dat is eigenlijk zo moeilijk. Ik vind het toch nogal leuk. Ja. Hoi. Goeiedag, mijn Fiet Houkes. Fiet? Ja, Fiet. Welkom Fiet vanaf? Sophie. Vroeger die is toch alles afkort, hè? Maar waarom zeggen ze dan Fiet en niet Fie? Ja, nee, geen Fiet. Ja, gewoon. Oh. Ja, dus. Maar wel echt Venloos. Ja, weet ik niet. Dat zal wel. Ik weet niet of dat echt Venloos is. Nee, maar Gie. Ja, ik ben echt Venloos. Of ziet je een echte moeraskwaker? Nee. Ja, moeraskwaker, nou ja. Ik heb 41 jaar niet in het Ven gewoond op het Rijntje. En toen kost ik deze weer een krieg. Dus. En hier woont je al 41 jaar? Nee, ik woon hier. Oh, je hebt 41 jaar op de 41 grens jaar op de grens van het Ven, Venloos gewoond. Op de grens. Maar ik kom mee van het Ven. Ik ben een Vense, want dit is het Ven. Een Vense? Ja, een Vense. En geen moeraskwaker? Ja, die want heb ik net... Dat zeggen ze tegen mensen ja, van het Ven. Ja, omdat ik 41 jaar weg ben geweest, ben ze hier niet met de moeraskwakers opgegroeid. Ja. Want dat is later is dat in het leven geroepen. Dus. En het Ven is van vroeger uit... Is het Ven toch ook een beetje een wat vochtiger gebied, hè? Het Ven, ja. Het Vengebied, de Vennen. Ja. Ja. Dat klopt. Hoe zoog het er hier vroeger uit? Oh, dat weet ik niet. Als je hier geboren ziet... Vroeger, wie moet ik dat eigenlijk vertellen? Wie woonde er achter wat nou de Krijvelse Weeg is, heb ik vroeger gewoond. Ja. Dat is nou de Krijvelse Weeg, dus daar liet de Grote Weeg tussen. En als we nog school moesten, in de... Ach, wie heet het ook weer? Nou, de Mariaschool, de... Het Marianum? Nee, dat is hier, Veurenaan. De Ziestroot van de... Van de Molenstroot, Veurenaan. De Vinkerhof? Nee, dat liet verder op. De Tuinbouwschool? Nee. Nee, de Thomas College, hè? Nee. Daar heeft mijn dochter op gezeten. Oh. Mijn dochter in de schoen, toen hebben we alle twee op Thomas gezeten, dus. Maar mijn kleinkind zit er ook bij mijn kleinzoon. Ook op het Thomas. Ja, het nou Valuas College, hè? Ja. Dat is een beetje netter misschien, ik weet het niet, dat is Thomas. Nou ja, vroeger was dat had dat ook met de paters te doen, hè? Ja. Net wie ik weer op de Marieschool, daar waren nog de zusters. De zusters verlieten, want het klooster leed er nog. Ja, er zitten geen zusters meer in, maar het klooster leed er nog. De monsieur Zwijst, nee. Ik ben even met ook mee in denken. Zusterstrot. De Zusterstrot. Een ziestrot van de Meulenstrot. Oké. Maar Evel, we horen dus... want je zal wel denken van... waarom rieën die heen en waarom stoppen die heen? Ja, daarom. Ik ben nieuwsgierig. Ja, en is dat vrouwen niet eigen ook een beetje? Nou, zeg nog even met de mannen ook alsjeblieft. Even de ruimte. Die zien net zo nieuwsgierig. We horen eigenlijk... wat het huisje, wat het veur moet stellen? Ja, dat moet eigenlijk een vogelhuisje zien. Het zien Poolse mensen die er worden. Oh. En dat moet er eigenlijk een vogelhuisje zien. Maar dat hebben ze wat leger gemaakt. Omdat ik anders mijn uitzicht uit de kamer kwijt ben als ik in de kamer zit. En dan kijk ik tegen dat huisje aan. En als het hoog staat, dan zie ik niks meer. Ah, oké. En dat is een goed onderling overleg, is dat gegaan? Ja, dat had ze zo leer gemaakt. Maar ik zeg, ja, maar daar hebben de vogeltjes niks aan. Want dan liggen de katten misschien wel in. Ja. Want als ze iets voor de vogels wil doen en heb zelf katten... Ja, dan moet ze dat niet liegen. Nee, daar heb ze niks aan, want daar schuurt ze niks mee. Je hebt er ook nog geen vogel in zien zitten? Nee. Wel een kat, maar een vogel nog niet. En dan hadden we ook, Fiet, aan die kant... Ja. Is er iemand die nogal Bambi georiënteerd is, volgens mij, of niet? Met drie herten op de paard. Dat zien, ja. Ja, ga maar eens kijken, Ben. Het zien... Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, geen kwaad woord over de... Helemaal nooit niet. Nooit niet, dat doe ik niet. Maar
Ja, ja, die mensen zijn misschien een beetje aparter als wij, ik weet het niet. Als we. Maar hier zei het ook van toen we over de sloefjes haaien van... Ja, iedere mens is anders. Ja, ja. Iedere mens hield niet van hetzelfde. Ja. En ja, zo is het nou eenmaal. Maar ik stond een beetje moeilijk, maar kan er niks aan doen. Wat is er aan de hand? Ja, nee, ik heb last van artrose, dus dat is een beetje moeilijk af en toe. Maar dat is ook pijnlijk? Ja, ja, ja. Artrose is pijnlijk. Ja. Ja. Hoe lang heb je dat al? Oh, een jaar of 10. En leer ze door mij om gewoon? Mij zeker. Ja? Leer ze met alles om te gaan als ze wil. Ja, maar... Ja. Iedere mens ook weer, is ook weer anders, hè? Ik zeg altijd tegen mijn zusters, ik zeg... onze pap zegt altijd, als er vroeger waren van hartmat of ATP of dat... Mijn vader had altijd van alles. Hard gewerkt altijd. Ja. Maar dan zag altijd maar wat moet het mot zeggen? Als ze naar het ziekenhuis moesten, waar een of nee zitten, dat mot. En zo ben ik ook. Nee, als er wat is, nee, het mot. Kom, verder. Het mot. Dus. De mos verder. De mos verder. Ja. Ja, waarom niet? Ja. Kom, blijf positief. Zien toch in de struis voegen om te komen de zand. Nee, dat doen we niet aan. Hé, nou zien ze hier om de hoek. Zien ze van alles op een bouw, hè? Wat is er kermis of wat? Ja, hier bij je palm de hoek. Zien ze een tent op het zetten of... Voor de café, of wat is het? Café en frietkroon. Dan zal er wel iets anders te doen zien. Is het misschien te maken met van de kwakers, van de Vastenovendvereniging die besteedt zoveel jaar. Oh. Ik geloof 4 keer 11 nou of zoiets. Zou maar kunnen. Aha. Tenminste, dat heb ik even heel vlot voorbij zien komen. Maar dat is... Dus, en ik vermoed dat dan door weer wat te doen is dat ze door om die tent erop in bouwen zien. Dus dan moeten we door even gewoon informeren. Als iets, ja, misschien door eens gewoon kijken. Wat er loose is. Dat we misschien een moeraskwaker. Een moeraskwaker tegenkomen. Dat we misschien een moeraskwaker tegenkomen. Ja. Hallo! Kijk, die mevrouw die denkt van. Voordat de zon komt. Ja. Die geeft door dingen even doen, maar dat hoeft niet, want ik vind het maar raar leuk. Ja, het is een beetje. Ja. Het zuur vandaag 24 graden weer, maar... Omdat het kan nog vanmiddag, hè. Misschien dat het dan op... Het is een keer in de middag dat het echt goed kloort en dan, dan zit de zon er. Ja. Dus... Ik heb hem nu fijn achter op de vat stond. Ja, maar lekker, vol op de warm, hè. Ben het eten op het wermen. Gernessen, nu niks, Chris. Ja, luister, je houdt me om de oren met allemaal van die levenswijsheden, wat mot het mot en zo. Dag, ja, dat ja, ik ook maar eens dat wat is toch zo. Bijdragen. Ik kan er toch niet twee zeggen van, oh god, nee, achter de geraniums gaan zitten. Wie zou wel eens zeggen nee, van die andere volgens mensen? Volgens mij zoet je achter de laptop of zoet je achter de computer? Achter mijn tablet of zo'n ding. Ja. En wat doet je dan hier? Oh, dat lees ik de krant op. Oh. Dat is makkelijk. En dan, een beetje internet, een beetje rommelen. Contact met de kinderen hebben. Weten waar ze zitten. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb er maar één. Je hebt er één? Ik heb er maar één, joh. Een dochter? Ja. Ja. En waar woont die? Die woont een stukje verderop. Ook in het Ven? Ja, ook in het Ven. Oh. Dat hoort niet door het Ven weg. Dus dat zit in het Ven. Wat is dat dan zo leuk in het Ven? Ja, weet ik niet, maar dat trekt gewoon. Want volgens mij is het ook populair bij jonge gezinnen, het Ven. Ja, maar weet je wat dat is? Hier is nog ruimte. Hier kunnen de kinderen nog boete spelen. Want ik vind het heerlijk dat er een speeltuintje is. En dan, als het goed weer is, en ook van de kinderopvang of de kleuterschool, dan komen die kinderen hier met fijn weer. Dan spelen die hier. Dat is toch hartstikke leuk? Daar houdt je wel van. Dat vind ik leuk. Ja, dan kent je even uit de woonkamer, kent je de spullen in de kindjes zien. Wie ik heen kwam te wonen, het waren mijn kleinkinderen nog klein. Daar heeft mijn dochter mee geholpen met opknappen. En die kinderen die speelden door in het speeltuintje. En die waren de ganse dag, die zogen me nog niet. Die kwamen alleen maar wat eten en drinken als ze riepen of als ze naar de wc moesten. En zo zoeten ze door, want dat vonden ze geweldig. Want het was anders dan bij uw boete, want toes hadden ze ook een zandbak. Ja. Maar achter in het hoes, en ik kostte ze niet. En hier kostte ze aan de straat kieken en hier zoeten ze. Geweldig vonden die kinderen dat. Die hebben door een week lang in de zandbak gespeeld. Die hoort ze niet. Heerlijk was dat. Wie kostte hier werken en die jongen die werd onder de pannen. Ja. In een zandbak. In een zandbak. Ja. Ja. Het
hoeft niet veel te zien, Dirk, hè? Nee. Een zandbak, een schommel, een pool water misschien erbij, dat ze kunnen knoeien. Ja. Wat modder kunnen maken. En de kinderen hebben alles. Heerlijk is dat. Lekker. Die dochter van nog, hè? Ja. Mocht die vroeger, mocht die vettig weren? Nou, joh. Ja? Waarom niet? Mam was er wel. Ja, maar ik vind dat heel normaal. En ook als kinderen vallen dat ze een blauw plek hebben of de knieën kapot hebben. Dat is toch, dat duurt er toch bij? Ja, zo leren ze het, hè? Zo moeten de kinderen toch goed vallen leren? En opstaan. Ja, natuurlijk. Niet op vandaag van die kindjes die overal weer bewaard weren. Die nog niet meer recht kunnen lopen, want die zitten de ganze dag achter de computer. Als die moet lopen, dan gewoon die zoeken. Die hebben toch helemaal geen evenwicht meer of wat? Het zien arme kinderen. Heel veel kinderen vandaag, die zien hele arme blagen. Want? Die hebben geen, die mogen niet doen wat ze willen. En die wordt toegestaan dat ze de ganse dag op dat telefoontje of op die tablets kijken. Dat is toch vreselijk. Als die kinderen hier komen bij mij en die hebben, die zeggen, hé, jongens, kom, pst, weg met het rijden. De kleinkinder? Ja. Wie oud zien ze? 17, 16 en 15. Dan had ook dochter het gewoon in korte tijd, had die het veel ja, die hadden gezegd, wie willen de geer drie kinderen. En dan gaan we vuren, nou ja. Drie en dan heb ze die. 17, 16 en 15. Ja. Komen ze wel nog regelmatig bij oma dan? Mooi hoor. Ja? Maaien zeker. Ze komen hier bij oma? Altijd. Ja? Altijd, ja. Ik heb altijd voor oren gezorgd. Mijn dochter bleef werken 3 dagen in de week. En ik heb 3 dagen in de week voor de kinderen gezorgd. Al die jaren. Wat lusten ze het liefste als ze bij oma komen eten? Och, van alles. Van alles. Ieder heeft zijn eigen vuurkeur, nou ze grutter zien. Ja, ja. De jongste, heet Geer Spinazie. Uh-huh. En dat ander heet Geer Verkensiske met roomsaus met champignons. Uh-huh. En dat ander kan dat niet zoveel geven, dat eet wel wat er is. Oh. Het middelste, dat is een makkelijk, dat past zich wel. Ja, ja. Dus, lekker toch? En varkensrijstje roomsaus met spinazie erbij? Nee. Met buunkjes of met bloemkool of met zoiets. Dus nee. Spinazie, daar moeten ze niet veel van hebben, maar die vindt het heerlijk. Dus ja, nou, oké. Maar in de regel lekker ouderwets. Lekker ouderwets, ja. Wortelenstamp. Met zo'n vlees. En woordje... En... ik krijg er al honger van. En tot slot. Waar kunnen de kleinkinderen oma het blieste mee maken? Door te komen. En door hallo oma te zeggen. En mee eens om de nek te vliegen en eens een kusje te geven. En dat is toch al best meer als genoeg. Het is meer als zaterdag. Even knuffelen. Ja.